De Action aan de Vuurplaat in Rotterdam-Zuid krijgt op zaterdag 13 mei bezoek van deze man. Ja, die middag 17:15 kwam er een overvaller binnen bij de Action achter ons. En hij liep eigenlijk meteen op de kassa af. Hij bedreigde meteen ook de cashière met een mes. En hij eiste geld, maar in plaats van dat zij dat gaf aan hem, riep ze de collega's erbij. Nou ja, daar zat hij eigenlijk niet op te wachten. Dus hij ging er heel snel weer vandoor. Zonder buit, ook niemand gewond geraakt. Maar ja, de schrik zit er natuurlijk wel goed in. En de man wordt, ondanks het ontbreken van een buit, natuurlijk wel gezocht. Tijdens zijn vlucht probeert een klant hem nog tegen te houden door hem te slaan met een winkelmandje. Maar dat lukt niet. We hopen dat de kijkers ons natuurlijk weer kunnen helpen met mee te kijken naar de beelden. Want de overvaller staat op camera. Hij is daarna vertrokken richting de rijtuigweg. Misschien heeft iemand dat gezien, welke kant hij opging. Of toen hij daar binnenkwam. Al die informatie is heel erg welkom. Wie is hij? Laat het weten via 0800 6070. Bellen met Meld Misdaad Anoniem kan ook 0800 7000.